vorige week nog bijna 20 graden. Vandaag was het weer winter in Eindhoven. De ijzige sneeuw zorgde voor veel overlast op de wegen. En bij het openbaar vervoer liep de vertraging gemiddeld op tot 2 uur. Ik heb net 40 minuten op de bus moeten wachten. Maar voor de rest valt het wel mee. Ik hoef gelukkig niet met de trein, want de trein is nog erger volgens mij. Dus we hebben geluk gehad, tenminste ik. Wat vind je ervan dat het zo weer sneeuwt? Ja, ik vind het echt erg, maar Kerstmis is dat natuurlijk hartstikke leuk, maar dit is niks. Nee, maar mag het echt wel stoppen. Ja. De trein ging goed, alleen nou is een bus niet op komende dagen, dus... Gewoon helemaal niet? Nee, helemaal niet, dus balen een beetje, want ik heb eigenlijk een sollicitatiegesprek. Hoe lang staat u al te wachten? Bijna 2 uur. En hoe komt dat dan? Nou, volgens de chauffeur die net aankwam, lijn 24, had hij 2,5 uur dienst gedraaid om naar hier te komen. En toen zat zijn dienst erop. En ze hebben nog geen alternatieve bus ingezet volgens mij. En waar moet u ergens naartoe? Ik moest eigenlijk naar de Gelder op zijn weg. Maar ik heb het nu opgegeven. Ik ga direct naar huis. Heb je een vertraging? Vandaag niet. Nee? Vandaag niet, nee. Gelukkig niet. Vind je van het winter weer? Nou, ik ben het eigenlijk wel zat onderhand. Want die gladheid en dan die gleepartijen. Maar aan de gladheid werd gewerkt door zoutstrooiers. Leon Vermeulen bijvoorbeeld moest vanochtend vroeg uit de veren. We zijn om 3 uur opgepiet vannacht. Dus vanaf 4:30, 5 zijn we aan het strooien. Het is dan alle tijden. Het is 's nachts, het is overdag, het is morgens. Voor de gemeente kwam de sneeuw niet onverwacht. Er lag een flinke berg zout klaar voor de chauffeurs. En nou, ik strooi op het moment 10 gram per vierkante meter. En per ronde zal ongeveer, ik denk 2 ton zijn. Per vrachtwagen? Per vrachtwagen. En er zijn niet van 40 vrachtwagens? Ja, ik dacht 35, maar dat weet ik niet zeker. En voorlopig zijn we er nog niet vanaf, want het blijft nog even winter.